Honderden passagiers met de bestemming Suriname zijn de afgelopen dagen gestrand op Schiphol. Dit komt doordat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM 12 vluchten heeft geschrapt. SLM laat dan ook in een persconferentie weten dat dit komt door de nasleep van de COVID-pandemie en de verdubbeling van de brandstofprijzen. De Surinaamse regering laat weten dat de gestrande passagiers als hoofdprioriteit wordt behandeld en zullen worden gecompenseerd. Zo kunnen reizigers hun vlucht kosteloos overboeken naar een latere datum. Of er kan worden gekozen voor een voucher met de geldigheid van 2 jaar. Dit is voor nu de beste manier voor SLM om de gestrande reizigers tegemoet te komen. Ik ben Dwight Sergio Samson voor InTime News.